Het is zo dat mijn goede vriend Guus Beijer, die heeft een format ontwikkeld voor de lokale omroep. Die is er nog niet in Hilversum. En Guus, wat voor format is dat? Nee, ga het gewoon vertellen. Het is een in naam van de straat heet het. Oh, wat goed. Waarom heet bijvoorbeeld de Bakkerstraat de Bakkerstraat? Oké, dus waarom heet de Bakkerstraat de Bakkerstraat? Nou, wilde gok. Er zat een bakker. Nou, inderdaad, dat is volledig juist. En Guus, we doen nog eens een keer wat. Nou. Bijvoorbeeld de Groes. Nou, de Groes, daar zijn we nog niet mee bezig. Maar, we hebben wel de Zeedijk als eerste gedaan. De Zeedijk, maak me gek. De Zeedijk, maak me gek. Er is geen zee in Hilversum. Nee, wij weten niet waarom de Zeedijk heeft. En dan de Schravenlandseweg. Nou, de Schravenlandseweg die is aangelegd van Soestdijk naar Schravenland. Dat was voor de koning. Oh. Dat hij daar helemaal met zijn paard en wagen langs kon. En waarom, wat had de koning dan in Schravenland te zoeken? Geen. Kortom, mensen, kijken wat top voor me. Top voor me. Studio-035. We zeggen nog even het e-mailadres. Studio-035.nl. En okay. Kijk op tv. Oké, okay, nou, dit is helemaal goed. Kom jongens.